Mooi, hè, die zebra's. Zijn familie van de ezel, wist je dat? Dat is natuurlijk één groot verschil. Zebra's hebben wit met zwarte strepen. En er zijn verschillende soorten. Dit zijn de Grevy-zebra's. Die komen voor in Afrika. Voornamelijk in Noord-Kenia, in Ethiopië en Somalië. En deze soort heeft hele fijne strepen. Het lijkt wel of alle strepen bij alle zebra's hetzelfde zijn. Maar dat is niet zo, want elke zebra heeft zijn eigen streepjespatroon, een soort zebra-streepjescode. Je kan het vergelijken met vingerafdrukken van mensen. De vingerafdruk is bij elk mens uniek. De moeder herkent haar jong aan het streepjespatroon. Die strepen hebben ze niet alleen om elkaar te herkennen, die dienen ook als camouflage in het wild. Kijk, hier hoeven ze niet bang te zijn voor hun grootste vijand, de leeuw. Maar in het wild moeten ze natuurlijk niet opvallen, want anders grijpt die leeuw ze. In het wild zijn zebra's heel vaak heel dicht bij elkaar. Dat is niet alleen voor de gezelligheid, dat heeft echt een functie. Wat gebeurt er dan? Die leeuw die ziet de groep wel, maar herkent ze niet als zebra. Want door al die streepjes raakt hij helemaal in de war. Kijk, hier staan drie zebra's, maar een kudde ziet hij zo. Daar kan hij helemaal geen touw aan vastknopen, want eigenlijk ziet hij dit. Wit met zwarte rondjes. Hij ziet niet waar de ene zebra begint en waar die ophoudt. Hij kan dus ook niet één zebra uitkiezen. Hij kan niet inschatten welke kant die kudde op gaat en hij weet ook niet wanneer die aan moet vallen. Nou wordt er gezegd dat die zwart-wit strepen nog een functie hebben. Die beesten leven natuurlijk in een warm gebied en die zwart-wit strepen die zouden voor verkoeling zorgen. Hoe werkt dat nou? Die zwarte strepen die houden de warmte vast. Die witte strepen die weerkaatsen licht en de warmte. Dus de lucht bij die zwarte strepen is veel warmer dan bij die witte strepen. En warme lucht stijgt op. Er ontstaat een luchtstroom en die stroom zou voor verkoeling zorgen. Daphne Valk is dierenartsassistent en ze heeft een hele mooie warmtebeeldcamera, een infraroodcamera. En daarmee kun je heel goed dat temperatuurverschil zien. Want wat zie ik nu? Zoals je hier net ziet, kan je heel mooi het streepenpatroon op de camera zien. En dan zijn de rode strepen op de camera de zwarte strepen op haar lijf, want die zijn het warmst. En de gele strepen op de camera zijn de witte strepen op haar lijf, want die zijn kouder. Herkenbaarheid, camouflage, eigen koelsysteem. Dat is hartstikke slim en handig. Hier een arts heb je niet nodig, maar in het wild is het hartstikke handig. En zo'n streepje staat ook zo leuk. Toch?